Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wil niet alleen het toerisme bevorderen, maar wil er ook voor zorgen dat de gemeenschap gezonder gaat leven. In dat kader heeft HINT in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid, Sport en Jeugdzaken en Regionale Ontwikkeling de bewustwordingscampagne Suriname Moves georganiseerd. Deze campagne is gisteren op Wereldtoerismedag gestart in Wakapasi. Minister Stephen Sang van HINT zegt dat de overheid middels deze activiteit Surinamers bewust wil maken om gezonder te leven en meer te bewegen. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om hier te beginnen bij Wakapasi, om een klein ommetje te maken. En we hebben gezien dat dit soort evenementen, die zijn niet nieuw. We hebben ze gezien in Nikeri, daar komen de mensen bij elkaar. Ik weet niet of je er bent geweest. Maar ze komen bij elkaar, ze lopen daar een ommetje en de omgeving leeft op. Toerisme leeft op, de economie leeft op. En hetzelfde willen we hebben over het gehele land. En vandaar dat we hier zijn begonnen op Tourism Day, World Tourism Day, om die bewustwording te brengen. En dan kijken we hoe we daar verder kunnen voortbouwen. Minister Sang zegt dat deze activiteiten het nationalisme op gang moet brengen. Hij gaf aan dat het de bedoeling is dat in het hele land bewustwordingsactiviteiten zullen worden georganiseerd. Laten we beseffen, laten we koesteren, laten we waarderen hoe mooi onze binnenstad is. En laten we dat vooral schoon houden, netjes houden. En het gaat hierbij om de bewustwording voor het bewegen. Gezond leven, maar ook voor toerisme. Wat er mogelijk is in Suriname, een stukje nationalisme, hou van je land. En we willen niet alleen hier doen. We zijn hier begonnen omdat Wakapasi ook recent is opgeleverd. En we willen daar iets mee doen omdat het ook een mooie omgeving is om in te lopen. Het is een veilige omgeving om in te lopen. Maar dat willen we over het gehele land doen, zoals ik eerder zei. Daarom gaan we dan met de DC's plekken en routes uitstippelen, waarbij we mensen in de districten ook ertoe willen bewegen om meer te gaan bewegen. Minister Stephen Sang van HINT. De bewindsman zegt dat in het vervolg ook de focus gelegd zal worden op het schoonhouden van ons milieu.